Zou dit een highscore zijn binnen wat voor tijd ik het doe? Hey kijkersmeisters, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe avonturenontsnapping. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Eva, Kevin en Lars. En wij zijn begonnen aan een potje avonturenontsnapping. Ik liep helemaal achteraan, maar ik kom steeds dichterbij bij jullie weer. Wat ben ik ook weer een verrekte bofkont. Het zou super awesome zijn als jullie even weer met z'n allen een duimpje omhoog zouden drukken. Ik heb er zelf heel veel zin in. En mocht je mee willen spelen, play.thedutchterms.nl. Kevin, ik wil nou even weten, ben je nou rennend zoveel sneller dan dat wij springend rennen met jouw Potion of Swiftness? Ik vind het nog wel meevallen als ik heel eerlijk mag zijn. Het is ook niet heel veel hoor. Nee toch? Maar het is wel iets sneller. Ja. Ik betwijfel het, ik weet het niet. Ik heb het nou niet echt dat ik zeg, ik denk dat je springen met die snelheid nog sneller bent. Maar dat zou aan mij liggen. Nee, volgens mij niet. Nee, als je speed hebt moet je niet springen. Nee, dat dacht ik dus ook al dat zo was. Nou ja, ik denk volgens mij dat je met die snelheid nog best wel... Als je speed 1 hebt, dan is springen nog sneller. Maar vanaf speed 2 is gewoon rennen sneller. Oh, oké. Nou, succes met... Maar kijk dan, Kevin had jou bijna niet in zin. Nee, dat kost wel enigszins moeite inderdaad. Nee, dus daarom snap ik het niet. Kevin. Ik ga wel voor de safe route, dat is wat sneller. Probeer het ook wat veiliger. Doei! Nou, goed schat! Rennen! Heb je een leaping potion genomen? Nope. Pannenkoek. Die heb ik toch niet? Maar die had je gewoon kunnen kiezen. Oh. Als je die had gekozen, ja dan had je wel heel snel die parcours kunnen halen op een nette manier. Ja, op een nette manier. Nou ja, als je die leaping plan doet in dat parcours, spring je overal zo doorheen. Hè Kevin? Hey, schiet op jij. Is dat zo? Die hebben we toch gedaan de laatste keer, die leaping met die leaping pot, dat we zo vet snel waren. Ja, ik heb dat niet eens meegenomen. Ja, ik wel. Ik heb mijn leaping potje weer klaar hoor. Ja, dat had ik. Ja, dat klopt ook. Ah, nee, doe dat niet. Doe Lars. Ah, Lars. Arme Lars, rest in peace. Ik pak ook echt dezelfde route als Lars. Handige Harry's. Doei, doei. Een pedal die kwam tegen de ijsblok aan. Oh, dat klopt. Jullie lopen wel weer in één keer een heel stuk achter. Ja, knalde tegen de ik ga ook niet echt heel lekker, nee. Oeh, bijna in een gat van het plankier gesprongen. Was ik nog meer de lul geweest. Dus hier ook niet meer springen dus. Ja, nee. In principe niet. Val ik serieus in het gat? Ja, dan kan je niks meer, hè? Jawel. Je moet terugzwemmen onder het plankier door om vervolgens weer terug omhoog te gaan. Want Vincent, ga je lekker springen? Nee, ik spring niet. Ik luister naar jullie nu. Ik dacht dat je de leaping potion ging pakken. Ik twijfelde of ik die hier ging pakken, maar ik denk dat ik hem nog heel veel bewaard tot verder in de map. Ja, ik probeer zoveel mogelijk achter Kevin aan te rennen. Ja, want die kent alle shortcuts. Kijk, die wist ik al wel. Deze is ook niet. Is daar nog een shortcut dan? Nee, die pakken nou die jij net ook pakte. Oh. Ja, maar dat is toch geen shortcut? Dat is gewoon een alternatieve route, toch? Ja, maar het is wel een... Heimpie. Fiets. Je wist het. Ja, je moet daar shiften, anders red je hem niet. Yes. Hé? Waarom red ik hem niet? Nu in één keer. Nou, mooi. Dom spel. Hoppa. Ik val nog steeds. Iemand zit samen met mij hier te parcouren. Ik heb hem. Hoi. Yo, die parcours is zo makkelijk geworden, hè, vergeleken met in het begin dat ik hem vond. Nee, ik skip hem gewoon altijd maar. Ja, nou ja, dit parcours is sneller dan omrennen hoor. Veel sneller. Dat is niet wat zeker is. Oh ja, hier ergens was de shortcut. Chips. Ja, waar was die ook alweer? Was door een huisje heen toch ergens? Ik weet hem niet meer. Ik zag dat Kevin hem ergens een keer deed. Nou, geweest dit, ik weet het niet meer. De Hunter is alweer bijna bij mij. Ik denk dat ook voor je twee ben ik zo dood en dan, oh, ga je dood? Weet ik niet, als hij me kilt. Ja. Dankjewel, Kevin. Slaat hij je? Nee, hij is nog niet bij me. Hij neemt een andere route. Hij neemt niet de parcoursroute. Blijkbaar. Oh, maar Kevin is wel degelijk sneller dan ik hier. Ja, dat speelt best wel. Met zijn Potion of Swiftness. Ja. Ja, ik heb ook mijn Potion of Swiftness hier genomen. Ja. Bewust. Ja, hij heeft een andere route gepakt. Ik weet niet, is er nou een shortcut route? Nee toch? Vraag Kevin. Dat is de man die alle shortcuts kent. Ja, maar is er een shortcut bij de parcours? Stom ding. In dat piramide ding bedoel je? Ja. Ja, daar kun je twee kanten op. Je kunt een parcoursje dan nemen. Oh jee. Nou, daar gaan we.
Oh ja, ik moet straks over een hekkie springen, hè? Een hekkie? Dan nee, moest je hier niet, naar links, maar... toch? Klopt. Oh, iemand die rent achter me aan. Zou ik dan de shortcut doen of niet? Ja, kan. Oh ja, iedereen heeft het toch gezien op video, dus op zich maakt niet uit. Oh, weet. Hoppa. Ja, die heb je wel ook wel eens gezien, dacht ik. Ja, Pepijn had hem ook. Chips, moet je wel daarna over het hekje goed springen. Ja, dat helpt. Probeer... Maar in de arena is geen shortcut, toch? Nee. Pepijn die liep over de brug en die viel zo door de brug heen. Oh, dat zag er zo lomp uit. Hij zat helemaal te springen. Plop, zo gewoon dwars door het gat heen. Dan ging Pepijn. Rest in piss. Dat is piss. Ook wel een gemeen dingetje, die brug trouwens. Oh, dat was te grappig dat. Oké, potion of leaping. Kom op. Ah, nee. Dat is OP daar. Waar? Ja, waar je nu bent met die potion. Ja, hey. Tactiek noemen ze dat, toch? Ja. Ik vind dat tactiek. Oh, shit. Ja, dat is ook wel tactiek. Ja. Je kan hem hier gewoon goed gebruiken. Iedereen kan hem gebruiken. Nee, ik ben dom geweest. Dat je hem niet hebt genomen. Ja, ik heb alleen shiftness meegenomen. Geen shortcut. Waar ik nu zit. Hoppa. Waar niet. Ik liep zo door het tweede parcours heen. Ja, wat ik probeer. Nou, ik ben alweer bij het derde parcours aangekomen. Dan gaan we helemaal naar achter rennen. En hop. Oh, hierop. En hierop. En hierop. Joe, doei. Ik nam de verkeerde shortcut. Oh. Iedereen weet gewoon die shortcut. Kan je ook met leaping, kan je dan ook over die fences heen springen? Nee, dat wil niet. Dat is dan barriers boven. Oh, dat zou jammer zijn geweest. Nee, dat is gewoon terecht ook. Zo, anders liep je gewoon overal overheen. Ja, dat was het helemaal. Als je die prut niet hebt, dan was het helemaal klaar. Ja, hij heeft op zich best een goed plan. Ja, weet ik niet. Tijd voor een update in de map. Nee. Dan liep je gewoon over al deze fences heen. Niemand die je meer bijhoudt, joh. Dan is Leaping Pot is gewoon te OP in deze hele map. Ah, dat okay. Is die al redelijk. Jongens, ik ben bij de oorlog. Ik moet de hele parcours, maar ga ik nou die looproute van pakken. Ja, ik ben nu bij het oorlogsgebied al. Ik heb hem, ben jij hier? Kijk maar, hoppa. Yep. Heb je het parcours niet gedaan? Hey. Yo, ik ga bijna dood. Waarom niet? Omdat ik geen potions bij me heb. Ja, maar ik heb parcours normaal wel. Dat is flauw. Je kent mijn parcours skills. Beide hunters pakken de route bij de eerste parcours. Terwijl de eerste parcours heel makkelijk is. De eerste is niet heel moeilijk, nee. Hoppa, zo. En deze Kevin, ik zit achter je. Dat mag. Ik ben bijna bij de bakker al. Nee, ook weer net niet. Ik loop nu dat gebied in zo. Oké, ik ben er. Nice. Hartstikke idee. Ik zie Eva, ik zie je rennen. Ik ga nu. Op Kevin, ik ga bijna halen. Bij de bakker naar binnen. En check. Oké, ik ga nu dat water in bij de bakker. Ik ga lekker, jongens. Goed zo, lekker bezig hoor. Oh, die hunters zijn snel. Joe, ik ga nu naar de toekomsttijd. Ik heb ook echt een goed stuk voor. Ja, daarom zeg ik, die leaping pot, jongen, hier, dat is zo OP, hè. Als je die hebt. Ja, van gaat wel lekker swiftnessen. Zou dit een highscore zijn binnen wat voor tijd ik het doe? Ik denk dat er wel mensen zijn geweest die hem al sneller hebben hoor. Nou, ik heb bijna niks gefaald, dus. Je hebt hem wel. Yep. Ja, die sprong voor me op het parcours. Bah. Ik heb nog niks gefaald, dus op zich, ik ga best snel. Als ik straks dat andere parcours ook in één keer haal, kan je een potion drinken en Elytra tegelijk? Ja. Volgens mij wel. Nee, wel. Oké, dan heb ik een speedpot, hoef ik gelukkig niet naar dat ding te lopen. Als ik hem dan haal in één keer, volgens mij doe ik het dan echt heel goed qua tijd. Kom op, die trappen, jongen. Zie ik, Kevin. Doei. Oké. Niet echt makkelijk met speedpot. Ik heb hem klaarstaan. Ja, oh, je kan dat doen tegelijk. GG. Kom op. Rennen. Ah, nee, chips. Ik val het parcours de eerste keer. Oké, ik denk niet dat dit de snelste tijd is. Maar op zich dat wel een van de snellere tijden. Goed bezig, hoor. Hop. Hier omhoog. Nee, chips. Bijna. Oké, ik heb hem twee keer gefaald nu het parcours. Hier. Oh. En hierop. Oké, die heb ik. Hierop. Ja, oké, ik ga hem nu al halen. Ik zit volgens mij onder de 10 minuten net. Weet ik niet zeker. Jongen. Ja, ik weet het allemaal. Ik spring nu naar beneden. Toink. En nu de laatste sprong. Komt-ie. Hop. Bingo! Ik heb hem. Nice. Beam!
Zo, Blockmaster, die is niet pas over die brug heen. Deze is van super speed. Oh, jij bent ook al hier, Lars. En Kevin zit ook al achter je. Ja, weet ik, maar wij moeten dat parcours nu doen. Ik ben nu pas bij Wereldoorlog. Maar Kevin, heb je nog een leaping pot over, Kevin? Nee, heb ik helemaal niet gehad. Wat had je dan? Ik had een paar swiftness bij me. Ja, die bedoel ik. Heb je die nog over? Nee, die staat nog aan, volgens mij zelfs. Oh. Nou, Lars, nog een verdieping en dan ben je er. Mogen we lekker springen. En dan rechtdoor rennen. Ja, heel goed. Vliegen! Wee! Ga je het parcours perfect doen? Je kan die speed even pakken, hè, rechts. Oh, echt? Ja, moet je even naar binnen lopen en dan pak je de speed en dan ren je er weer uit. Wat zit hij dan? Oh, hier. Maar Kevin, je hebt nog swiftness. Nee, helemaal niet. Oh. Nou, go, Lars. Dit maakt het wel makkelijker, denk ik. Oh, heeft die Pepijn Diggers ook de finish gemaakt? Oh, er is iemand gefinished. Oh, nice. Lol. Oh, dat ging snel. Ik niet dit maakt het parcours echt ineens een flink stuk makkelijker. Yep. Was het idee van Kevin. Vond het wel leuk om dat erin te laten, zo. Goed zo, Lars. Ja, naar die en dan naar die ander. Yo, Lars heeft hem ook. Nice. Hey. Kevin is nog aan het rennen. Nee, ik ga nu een trappetje omhoog. Ja, maar Lars is er al. Ja, het scheelt niet heel veel. Twee, nog een keer. 360. Oh, daar moet ik in. Oh my god. Nog een keer. 360. Je bent er gefinished. Lekker hoor, Lars. Goed gedaan, jongen. Ja, ja. Kijk eens wie gewonnen hebben. Oh, Pepijn. Netjes gedaan, Pepijn. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Adventure Escape. Vond je het leuk? Druk even op het duimpje omhoog. Hopelijk vond je dit een leuke video weer. En zie ik jou graag de volgende keer weer bij een nieuwe Adventure Escape. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!